uit. Zeker niet. Volgens mij zijn we live. Wachten tot er mensen online komen. Ja. Ah ja, live. Oh, ik kan zwaaien. Hoi Debbie, hoi. Oh, Sanne. Hoi Blue Shite. Hoi Brenda. Hoi Noodle. Welkom allemaal. Nice. Stray Kids zijn altijd binnen? Nee, volgens mij niet. Nee, helaas. Wel zwaaien. Andere leuke frutteltjes. Ja. We gaan deze week anders doen. Eva gaat het voor het eerst uitpakken. Ja, dus als ik iets verkeerd doe of anders doe, dan wees gewaarschuwd. Ik zeg het vooral. We wachten nog heel even totdat meer mensen die erbij willen zijn. Ook erbij zijn. Hoi Lieke. Hoi. Dit welkom. Sorry. Hoi Ellen. Hoi Jaylin. Hoi Jay. Dutch Army. Sarah. Gezellig. Leuk dat jullie allemaal weer bij zijn. Oh ja, en het is natuurlijk nu geen dinsdagavond, maar maandagavond. Yes. Vanaf nu blijven we op de maandag. Dat is vooral om praktische redenen. Omdat we dan vanaf morgen meteen dingen kunnen versturen. En anders werd dat woensdag pas. Of donderdag. Het Sarah, het nieuwe ethisch album staat online. Dus die kan je pre-orderen. Ik ga even ook in de chat met een ander account. Staat de muziek te hard? Horen jullie mij praten en staat de muziek te hard? Het scheelt wel als je deze kant op praat, denk ik. Oké. In plaats van... Nee, ja. Hallo. Ik vind zelf de muziek erg hard. Nou, ja, misschien staat het wel iets te hard, hoor. Oké, oh. Nou laten we van start gaan. We beginnen met een hele mooie doos. Waarvan ik niet weet wat het nummer is. Nummer 6 had ik al. Nummer 6, kijk, hartstikke mooi. Met BT21 dingen. Meestal is cute. We hebben dus nu een nieuwe shop. Dat is heybt21.nl. En via daar kan je dus je pre-orders plaatsen. Hebben we ook nog wat voorraad voor liggen. Ik ga nu iets uitpakken. Daar zitten we ook wel eventjes op te wachten. Namelijk... Die Light van Beckyon. Maar dan een andere versie. Dat is deze. Oh, muziek is niet te hard, hoor ik hier. Ja, ik lees het ook. Oh, heb ik hem verkeerd om? Ik heb hem verkeerd om. Nee. Oh, ze zitten... Ah, de hele stapel is altijd van. Top. Drie keer die Light Beckyon. Dan hebben we hier een lightstick. Pak je die al meteen uit altijd, Lieke? Ah, nee, meestal niet. Ja, maar als je het wil laten zien, wel. Ja. Maar even laten zien. Laat jij maar even zien. Ah, ik heb hier een schaar voor nodig. Het is weer goed ingepakt. Yes. We hebben hier dus twee mega zakken met bubbeltjes plastic liggen. Dus bubbeltjes plastic genoeg om jullie bestellingen veilig te versturen. Oh, hier zit ook een kaartje bij. Ik laat hem even zitten. Yes. Kijk, hier zit dan een fotokaartje. Oh. Herkennen jullie wie het is? Nog een face cushion, denk ik. Klopt. Oh, deze is schattig. Kijk nou. Hij is heel langwerpig. Volgens mij is dat een sleeping cushion. Hij is echt heel cute. Sleeping cushion. Okay. Sleeping cushion is het lekker. Kijken. Wat is dit? Oh, een muis. Oh, dat is cool. Wireless silent mouse. Super cute. Oh, die heeft iemand allemaal pre-order. Allemaal pre-order. Yes. Nou, mocht je hem alsnog willen hebben, waarschijnlijk zijn ze alsnog te pre-orderen. Yes. Stray Kids zijn het allemaal zitten er helaas niet bij.
Volgende week dan, denk ik. Ik weet niet wanneer ze uit zijn gekomen, maar de Straight Kids Science kan ik nu even niet. Kan ik wel. Oké. Zoveel. Dobbeltjes. Plastic. Oh, de zesde. Oh, nou, dan komen ze volgende week denk ik wel mee, de Science Albums. Yes. Even kijken, wat hebben we hier? Chunga. Iemand zegt de knuffels lijken groot. Ze lijken niet groot te zijn. Ze zijn groot. Hands on me. Oh, ja. Hier heb ik ze neer. Dit is K&K. Remain. Eet ze op de achtergrond. Ja. Klopt. Al eventjes, YouTube die heeft nu een voorkeur voor eten. Ja, we hebben nu alleen maar eten. Wat is dit? Dat is ook Set. Chunga. Oh, Set. Chunga. Alsjeblieft. Nog meer cushions. Oh, en een toetsenbord. Wireless keyboard. Zou iemand die samen hebben besteld? Ah, weet ik niet. Durf ik niet even wat te zeggen. Oh ja, kijk. Je hebt verschillende kleurtjes. Kijk, wat heb je? Wireless keyboard. RJ? Ja. Kijk, hier moet erin. Moet van heel veel kloppen. Hier heb ik nog eentje. Nice, it's so pretty. So pretty. En dan hebben we hier een paar handyfans. Iemand vraagt of de BB21 spullen officieel zijn. Alles is officieel wat wij hebben. Ja. Alles. Wat heb je? Handyfan. Ja, ik heb een handyfan. AJ en Koya. Super cute. En tot slot in deze doos, die ga ik niet uitpakken, want die hebben we ook wel best vaak gehad, een Season Greetings van BTS. Oké. Okay. Deze koetsen van Koeien? Ja. En drie van Katten? Ja, klopt. Iemand vraagt nog een keer, oh nee, dat is nog steeds dezelfde. Of BTS zijn helemaal niet. Ja, BTS zijn helemaal niet officieel. Alles, trouwens. Ja, maar we kopen geen onofficiële dingen. No. Dat vinden we veel te verwarrend. Tussen officieel en onofficieel vinden we gewoon alles officieel. Alles officieel om het makkelijk te maken. Ja. Hoi Jenny, 617. Die is niet zo zwaar. Dat scheelt weer. Ja, alleen maar knuffel. Nummer? Nummer. Geen idee. Oké, goed gaan. Ik zie het wel. Ook weer met face cushions. Ja, twee. Wat is dat hier? Twee, ja. Lekker close. Ja. Het is een beetje donker hier opeens. Ik keek net op de website van HeyBeauty21, kan de handyfan niet vinden. Oh, dat klopt, omdat normaal hebben we die als pre-order, maar die, omdat ze nu binnen zijn, hebben we ze als gewoon product. Dus ze worden er vanavond opgezet. Nog meer cushions. Oh, BT21 heeft ze net een voorraad gezet, zie ik. Ja. Oh, nou, kijk. Bedankt, robot. Robot. Even kijken, een sleepy cushion, ja. Die zijn echt cute. Ze zijn echt heel schattig. Oh, man, is zo adorable. Ik leg ze even neer, dan kan je zien wat goed. Ja. Is het nou een doos met alleen maar kistjes? Nee, deze is ook leuk. Dat is een zo schattig. Iron SSS vraagt, is het mogelijk om één specifieke versie van XOSC's nieuwe album te bestellen? Dan moeten we even afwachten tot het binnen is. En dan weten we pas welke versies we over hebben. Je kan wel je voorkeur aangeven bij de opmerkingen. Daar houden we dus veel mogelijk rekening mee. Oké. Okay. Ja, echt heel veel face cushions, jongens. Sorry. Een beetje eentonig. Maar ze zijn wel schattig, dus hopelijk. Maak ja. Hier plakt iets aan vast. Oh my god. Ik ben hier achter gewoon een toren van face cushions aan het bouwen.
Oh, this is so cute. Jimmy. Ik heb hem helemaal vol hier. Volgende keer kunnen we live gaan als Hey Beauty 21 in plaats van als Hey Hollywood, yeah. Denk ik. Met Jimmy. Oké. Okay. Wat hebben we verder nog? We hebben nog een handy fan. Van Tata. Uh-huh. Zie, ik ken alle namen wel. Ja, zeg ik mijn oordeel niet. Oké, okay, ga ze iets allemaal uitpakken. Welke kleur? Ja, Jimmy. Oh. Gele. Ja, nou. En roze. Cookie, dat. Konijntje. Dat waren de biertjes. Ja. Even kijken. Wat hebben we verder nog in deze doos? Oh, 7 albums. Oeh. 8? Ja, 8 stuks. Ik kan heel even snel kijken of we een beetje dezelfde versie hebben. Nou. Oh ja, hier is nog een andere versie. Dat is fijn. En nog een blauwe. We hebben heel veel van deze. Ja, altijd. Oh. Yes. Alsjeblieft. Heb je de andere vier ook? Yes, ook wel. Wel in versie 4. Oh, dat is de versie 4. Die lichtblauwe, ja. Oh, die lichtblauwe. Ja, die oh, dat is fijn. Want die was heel vaak kregen we die niet binnen. Die was uitgekocht, ook al. Wat is dit? Ik weet niet wat het is. Ah, Blissje Chim vraagt. Ik heb een vraag. Hoe komen jullie op de naam Hey Hallyu? En is er een betekenis achter? Dat is een superleuke vraag. Niet echt een betekenis. Ik denk dat jullie allemaal wel weten wat Hallyu betekent. Namelijk de Korean Wave of de Koreaanse golf. Oftewel de verspreiding van Koreaanse muziek naar de rest van de wereld. Oh, dat is een 17 kit. Aha. Cute. Super cool. Nou ja, toen zaten we nog te denken van willen we. Willen we een naam als kpopshop.nl of kpopstore.nl of iets in die trant. Maar toen dachten we van, nou ja, hey Hallie is wel lekker vrolijk. Als in, alsof je vriendinnen begroet en zo. Wat origineler. Of van plan zijn. NCT-kino's kunnen we helaas niet meer aankomen, behalve de T-versie van Neozone. De rest is helaas uitverkocht. Even kijken, we hebben hier albums van The Boys. Reveal. Reveal. Alle drie keer reveal. En een album van... Wat is dit? Bobby! Die stond nog open in onze pre-orderlijst. Mag ik die reveal aan? Zeker. Komt er binnenkort ook weer 80's binnen? Nou ja, sowieso het nieuwe album. Maar voor de rest moeten we nog even kijken wat weer bijbesteld moet worden en wat alweer op is. Mocht je op zoek zijn naar een album, kun je ons altijd een DM sturen. DM, DM. Oké, okay, ik ga even al die kussens terug in deze doos gooien. We hebben trouwens 7 dozen vandaag. Dit was doos 2. 6. 7. Oh ja, sorry. Ik wist het niet. Zie ik al wat NCT lightsticks op, doos 1, denk ik. Oké, okay, dat denk ik ook dan, ja. Ja. Ik heb het staan er los op. Ja, ik zie het. Even kijken, ik zie hier een Love Yourself Her eentje. De NCT kilo's zijn uitverkocht. Ja. Ja, krijg ik door. Moest ik even melden. Een puzzel van RM. Wat staat het erop? Ah nee, je weet het gewoon. Die BTS-members ken ik. Van gezicht sowieso.
Ja, Lieke hier is dus echt een BTS fan army. Dus ik ben nu langzaam. BTS fan army. Ja, dat. Dus ik ben nu langzaam aan het oefenen om ook die members te herkennen aan hun stem. Langzaam, dat... gaat echt super goed. Ja, het gaat, langzaamaan gaat het beter. De Mod 7 Lightsticks krijgen we wel weer een paar van binnen. Maar hebben we nog niet. En ik weet ook niet wanneer we die precies binnenkrijgen. Mooie NCT Lightstick. Dus de BTS Lightsticks die zetten we pas online op het moment dat we ze echt binnen hebben. Waarschijnlijk is het op een maandagavond. Ja. Okay. Maar dan zie je het wel op de live als we ze binnenkrijgen. Ja, zeker. Nou, dit is een Wavy Lightstick. Dat kunnen we ook zien aan die V erbovenop. Zelfde kleur als de NCT. Iets kleiner volgens mij toch? Ja, hij is ook iets kleiner, ja. Hij lijkt er wel heel veel op. Ja, hij lijkt er heel erg op. Er is ook een NCT Lightstick. Oh, hier krijgen we nog meer BTS Her. Ja, een hele mooie stapel. Ik ga ze nog niet uit het plastic halen. Cookfly vraagt, koop of pre-orderen jullie soms ook spullen voor jezelf? Jazeker. Oepsie. Zeker, zeker. Iets te veel. Nee, ik koop heel veel dingen van NCT. Lieke hier, zoals we net al zeiden, die koopt veel dingen van BTS. Ja. Stan OT21, yes. Zeker, zeker. Kan om één groep zijn natuurlijk, hè? Even kijken, wat hebben we hier? We hebben hier I Trust van G-Idol. Twee keer de zwarte. Dat was andersom. En één keer de witte. Else Kwakkel vraagt, stemmen jullie alle K-pop groepen? Nou nee, daar hebben we geen tijd voor om allemaal te stemmen. Maar wel veel. Ja. Wel, echt best wel veel. Multistance heet dat geloof ik. Ja. Even kijken, we hebben hier ook nog iets waarvan ik zo niet weet wat het is. Jullie luisteren even entertaining. Oh, dat vind ik leuk om te horen. Dat is wel fijn inderdaad. Dat is echt superleuk. Dan weten we dat we er ja. Door kunnen gaan. Waar kopen jullie al de albums? We hebben een Koreaanse wholesale leverancier. Hoe zeg je dat ook weer in Nederlands? Even een naam kwijt. Groothandel. Oh, dit had Lieke beter geweten dan ik. Magic Shop, Magic denk Shop. Ik. Ja, cool. Nou, Magic Shop hebben we dus binnen. Yes. En daar bestellen we alles. Dus als wij zeggen van onze leverancier heeft iets niet beschikbaar. We kopen alles bij één vaste groothandel. Dat heeft ook als voordeel dat we gewoon wekelijks van hem dus alle voorraad binnen kunnen krijgen en zo. Dus soms gebeurt het wel eens dat hij iets niet heeft en een andere webshop wel. Dan kunnen we ook wel kijken of we iets via die andere site kunnen bestellen. Maar dan wordt het meteen ook vaak weer heel duur omdat we dan minder korting hebben en duurdere shipping. En het moet allemaal maar op. Mout vraagt of we het nieuwe nummer van BTS hebben gehoord. Ik wel, natuurlijk. Hè? Ik denk Eva nog niet. Nee, ja, zet hem eens op anders. Hij was inderdaad heel mooi. Ik ga hem aan de afspeellijst toevoegen. Iemand vraagt over de 17 Lightstick. Je mag ons even een DM sturen. Want dan kunnen we kijken of onze leverancier, hè, onze wholesale leverancier, die nog te koop heeft. Oké, dit is best een roos. Ik heb geen huid om. 17 Lightstick is nog steeds uitverkocht. Ah, helaas. I'm sorry guys. I'm sorry. Heb jij een nummer? Ik heb een nummer. Oh, ja. Zo snel. Maar, gaat er nou een nummer op? Nee. Helaas, ik weet niet welk nummer dit is. Nee, oké. Het is een slecht geweest vandaag met nummeren. Bubbeltjes plastic. Don't stick on the journey album op jullie webshop. Volgens mij staat hij nog op pre-order, toch? De nieuwe van BTS, de Japanse. Ja, hij staat op pre-order, dus je kan hem gewoon bestellen. Hij heet niet Stay Gold, hij heet Map of the Soul, The Journey. Dus misschien dat je hem daarom niet kon vinden. Maybe. Duidelijk. Hebben hier nog een Kino of Kids? Olivia vraagt, hoe zijn jullie aan begonnen? Nou ja, ik ben zelf
al een aantal jaar sinds 2012. Ja. Ben ik fan van K-pop. En toen dacht ik van waarom is het zo verschrikkelijk moeilijk om in Nederland aan K-pop spullen te komen. Want toen bestond de mediamarkt, die had nog geen K-pop en Sounds NL geloof ik. Oh, dat weet ik niet. Nee, die had ze toen ook nog niet. Dus dat was nog heel moeilijk te krijgen. De notes van BTS. Twee keer. En zodoende dacht ik van, god, dat moet toch makkelijker kunnen. Dus toen ben ik eerst in mijn eentje begonnen. En langzamerhand zijn daar meer hulptroepen bij ingeschakeld. Want het werd zo groot. 2012 was echt het beste jaar. Ja, ik zie iemand ook. Ik ook sinds 2012. Oeh, ja. Ik wist dat niet eens. Monster. Hij is heel mooi. Nieuwe. Is het ook niet de kit dan? Het staat hier niet bij. Hier staat gewoon. Het kan ook gewoon zijn hoor, qua formaat. Maar ik vind hem wel klein. Maar je moet er wel 6 hebben. Oh, dat zou kunnen. Ik heb nog een best grote doos voor me. Hij is inderdaad zo klein. Maar het past wel een beetje. Oh, dit is zeker dark and wild. Dat ga ik ook niet helemaal uitpakken. Tenminste niet voor de camera. Monster is echt een masterpiece. Ja, helemaal eens. Mijn papa werkt bij de Fnac in België. En ik doe het. Ja, dat is ook nice. Ja, dat is nog helemaal niet zo lang dat dat soort winkels ze ook allemaal verkopen. Hè? Dat is best recent allemaal. Oké, okay, volgens mij is het weer heel veel BTS. Ja, dat is de BTS. Ja, dit is Vika Answer. Ja. Dit is 4 keer her, denk ik. Alweer, we hadden net ook al her. Toch? Wat is het anders? Oh. Gaan we toch uitpakken, want ik heb er nog 4. Dan heb je 16 keer her besteld. Oh, dat is enthousiast veel. Jongens! Heel veel BTS her binnengekregen. Kijk, dit is Answer. Oh, horen jullie gemiauwd op de achtergrond? Dat kan komen dat de katten in een andere kamer zijn opgesloten. Ik ben door Eloisiusjournaal fan geworden. Dat is knap. Dat is leuk. Knap. Ja. Dat is een keer wat anders. Zeker. Volgens mij is de extra lijstik niet beschikbaar, maar dat kunnen we nog even kijken. Ik zou net, volgens mij niet. Wanneer worden de spullen die hier besteld zijn verstuurd? Ook EXO is uitverkocht, hoor ik. Ah, ook EXO is uitverkocht. Morgen. Oh, morgen hoor ik. Mooi. Ja, maar het kan zijn dat ik het niet allemaal in één dag afkrijg, dus het kan ook overmorgen verzonden worden. Ja. Maar ik begin daar morgen vroeg meteen aan, dus hè. Hou de status van je bestelling in de gaten. Nou, we hebben hier nog heel veel Winks. Winks, pak elkaar. Pak elkaar, wat ga je doen? Sorry. Ja. Oké, nu heb ik het liedje gehad. Klik iets verkeerds aan. Ga weg. Zo. Hoe lang hebben jullie erover gedaan om deze online winkel op te starten? Nou, ik heb er wat langer over gedaan dan echt nodig was. Want ik heb het gecombineerd met een minor van mijn studie. Dus ik heb er uiteindelijk een half jaar over gedaan. Maar toen hebben we wel dus echt alles goed uitgedacht en plannen gemaakt. En financiën bij elkaar gekregen. Dus een half jaar. Oeh, wat is wel dit? We hebben echt goede research gedaan. Ja, we hebben echt goede klantresearch gedaan en enquêtes gehouden. Glory Us van Golden Chaser. Of van SF9. Kijk, sorry, de versie is Golden Chaser. Black Chaser en Golden Chaser. Wat hebben we nog verder nog? Ah, nog meer Monster. Oh, ze zijn ook gewoon per stuk verpakt. Dus ik ga ze ook niet uit elkaar halen. Dan kunnen we ze gewoon... Kijk, dat zijn dus 2 en 3 van Monster. Oh, en dit zijn de andere 3. Dat is een andere versie van Monster. Dus daar halen we er ook wel even eentje van los. Oh, deze is iets... Dit is een andere versie van Monster. Gewoon vierkant. Wil jullie lezen wat erop staat? Tracklist. Enzovoort. Yes. We hebben grotere tafels nodig. Ja, nog groot. Een G-Idol lightstick hebben we binnengekregen. En 2 keer Kill This Love van Blackpink. Die was ook weer uitverkocht.
Wil je nog wat kwijt? Want ik heb hier een lege doos. En posters, maar die doen we zo meteen. Yes. Maar even te laten zien hoeveel posters het zijn. Oh. Blijf liggen. Oké. Ga naar de volgende doos. Wil je nog iets kwijt? Nee. Ik heb het van de voorraad. Sorry. Nee. Alles door deze doos. Ja, we hebben iets heel bijzonders, guys. Ja. In de tijden dat wij dachten dat de graphic lyrics van BTS waren uitverkocht, hebben wij ze toch nog ergens anders kunnen krijgen. Helaas wel via een andere leverancier dan normaal. Dus we zijn wel iets duurder uit geweest qua shipping en verzendkosten en zo. Maar we hebben ze wel. De lightsticks zijn officieel, jazeker. Alles. Even kijken, dit zijn de eerste. Ik leg ze even per versie. Ga ik ze even naast elkaar leggen. Run. Versies van Run. Ze zijn ook groter, jongens. Ze zijn echt gewoon A4 formaat boeken. De BTS graphic lyrics boeken die staan nu online. We zijn jullie voor geweest, dus ze zijn nu te zien op de website. Zakjes. Ik heb een robot die erbij wil komen. Ach, gezellig. Oh nee. Oh, dit is de achterkant. Ja, maar eigenlijk hadden we dit niet online moeten zetten. Hè? Want nu gaan mensen natuurlijk naar de website toe in plaats van onze live bekijken. En weg is iedereen. Ja. Het zou heel grappig zijn als je dat kijkersaantal ook meteen helemaal terug ziet lopen. Ja, valt mee. En de laatste. Save Me. Die zijn wel heel ander formaat inderdaad. Ja. Dat is niet mooi in je kast. Allemaal verschillende formaten. Daar verzinnen jullie vast wel weer iets creatiefs op. Dat wel. Het is ook echt een mooi, fijn, goede kwaliteit kaft. Het is echt hard karton, zeg maar. Dat is ook gaaf. Oh, het zijn allemaal andere formaten, ja. Je hebt twee een beetje vierkanten. En iemand zegt, ik kijk op mijn telefoon en jullie website doe ik via mijn laptop. Dus ik ga niet slim. Meer. Slim. Slim. Iemand zegt, om wat? Tennis illegal? Ja, hebben jullie zijn laatste Instagram post al gezien? Even tussendoor. Nee, nog niet gezien. Doe ook maar niet voor je eigen sanity. Wat dan? Ja, heb jij wel gezien? Ja, zeker. Oh, oké, ik ga zo kijken. Ja, gisteren. Hij heeft een dance practice, maar shirtless gefilmd. Gadverdamme! Ja! Gadverdamme is goed, hè, jongens, als ik dat zeg. Ja. Dat is niet fout. En hij heeft een tattoo en je ziet hem supergoed in die dance practice. Oh. Best. Oké, dat gaan we zo eventjes bekijken dan. Oké, we gaan door naar de volgende doos. Robot, wil je even iets zeggen? Want ik hoor jou niet. Hello. Oh, hi! Je moet iets... Kijk, ik kan jou niet zo hard zetten als dat Eva dat kan. Nee, ik hoor jou echt heel zachtjes. Hoeveel talen spreekt Ten? Weet je dat? Vijf? Tien? Tien? Nee, dat zegt zelfs grappig. Oh. Ja, oh, zo tien. Sowieso, ja, echt heel veel. Maar de robot kunnen we niet horen. Helemaal. Ik hoor jou wel meer, dat is heel zacht. Ik herhaal gewoon wel alles wat jij zegt. Hallo. De season greeting staat als pre-order, dus jullie kunnen hem bij ons bestellen en dan bestellen wij hem pas in Korea. Als hij in Korea uitverkocht is, dan halen wij hem ook offline. Ah, kijk, als we over NCT hebben. Punch! The final round. Gaat dit in jouw zak, maar is het vol. Nice.
Het zou me ook niks verbazen als Ten ondertussen ook Duits spreekt, als Yang Yang me dat heeft geleerd. Maar you never know. Meer bubbeltjes plastic. Nice. Zit er een TXT poster bij TXT album? Dat zou ik zo niet weten uit mijn hoofd. Dan moeten we misschien, moet je ons even een berichtje sturen. Oh, dat is de website geweest, toch? Ja, ik weet niet of die online staan. Ah, oké. Okay. Dieke, ik heb hier 6 keer You Never Walk Alone. Okay. Zowel de groene als de roze. Oké, okay. Ik ben nog met de andere bezig. 1, 2, 3, 4. De SCT-albums komen vanavond online. Hé, wat zijn we aan het uitpakken? Welke doos? 4. Zo, okay. Net al. Okay. Ik heb hier nog 2 drolletjes. Ik weet niet hoe ze heten. En die fans. Shuki. Dat is 4. Ja. Nou, dat weet ik niet. 3. Je hebt net wel 6 keer. Drolletjes, ja. Het zijn koekjes. Het zijn geen drolletjes. Het ziet eruit als drolletjes. Nog 2 keer Tata. En Lieke? Nee. 2 keer Koya. Shuki, Koya. Dat is wel allemaal tekens. Ah, nice. Nog meer Punch albums. Die hebben we gezien, dus die ga ik niet nog verder uitpakken. Alleen maar roze. Oh, alleen maar roze? Ja. Oh. Nog meer Punch. Eindelijk hebben we ze weer. Ze zijn zo lang uitverkocht geweest. Heb je er 10? Ik zal ze even kijken. Nog Jimmy. RJ. Ook wel zo mooi met z'n tweeën elke keer ingepakt, hè? En Cookie, zo heet hij. Maar voor mij, I don't know. Wie is jouw OT21 bias? Taeyong. Ja, dacht ik al. Ja, maar Ten ook. En Lucas ook. En Mark ook. Oké, okay, netjes, mooi. Netjes, 1 bias. Ja. Ja, hoe kan je 1 bias hebben in NCT? Ja, dat kan gewoon niet. Dat is gewoon niet mogelijk. Oké, okay, ik ben blij dat mensen het ermee eens zijn, inderdaad. NCT Q, ja. Even kijken. Deze doos gaat weer aan de kant. En dan hebben we nog een laatste doos. Is het mogelijk om die Tim World album te krijgen? Nee, die zijn helaas uitverkocht. Als ze online komen, dan melden we het wel. Oké, okay, dit is een extra doos. Hoe ga ik het? Ja. De BTS World was eigenlijk aan het begin al uitverkocht. Volgens mij worden die niet opnieuw gedrukt of zo. Ja. Is er maar 1 van zijn er meerdere versies? Hallo. Ja. Hmm. Raar. We zijn aan het gooien met bubbeltjes plastic omdat we zo super veel hebben. Even kijken, wat is dit? Dit is denk ik de zwarte BTS tier en zo. Ja. En hier nog meer tier. Dus die gaat hier naar de overkant. En mijn SCT schapje was net leeg. Ja, helaas. Hoewel ik opzoek wat het is. Weet jij wat versie dat is? Nee, ik weet niet hoe die versie heet. Nee, even kijken. Ik heb hier nog 2 keer Tear en een paar keer Persona. We hebben echt heel veel citizens in de chat. Superleuk. Milagi. Nog meer Persona en nog 2 keer Tear. We moeten trouwens een beetje op de tijd letten, want blijkbaar zegt Instagram dat het te lang duurt als we een uur bezig zijn. Daarom zijn we de vorige keer eruit gegooid. Ja. We waren ook te lang online. Maar we zijn nu pas 30 minuten. En dat was ook... normaal willen ze nog uploaden op ons YouTube kanaal. Maar we hadden toen niet opgeslagen. Omdat we dus heel snel weer online moesten en zo. Ja. Dus we doen nu ons best om het allemaal binnen een uur te houden. En dat gaat nu ook wel lukken. Ik heb nog veel meer 7 albums. Ja. Je hebt er 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 binnen. In deze doos. En maar 6 keer tier? Ik had er 2 ja. Ook nog daarin. En ik had daar nog een stapel. Ja, 2 keer.
Dan kan het tekort. Nee. 12 keer zo met personen. Ja. En 8 keer personen. Je hebt het daar liggen, dus. Ja, dat is goed. Ik hou nu al van jullie, van wie? We hebben alles van. We hebben. Oh, 4 allebei. Want ik weet dat er 1 gepreorderd is van versie 4. Maar we hebben alle 4 de versies weer binnen. Dus we zetten ze. Ja! Postertijd. Dus we zetten ze vanavond online en dan hoop ik voor je dat die er nog op staat. Ja. Nou, dan gaan we kijken wie vandaag de. Ah, wie de schermposter is. Zielig. Zijn twee dit keer. Oh, dat is wel vaker, hoor. Ja. Zoveel BTS. Het losmaken is ook altijd een crime, want je wilt niet de posters eronder beschadigen. Mm-hmm. Oké. Okay. Even kijken, dit is een beschermposter, jongens. Dus deze gaat op de display. Oh, weer. Die hadden we vorige week ook al. Sippy. Kijk, even stil onder ook. Ja, het is 2 keer. Oké, okay, dus die gaan even weg. Even kijken, we hebben hier SF9. Oeh. Kunnen we dat een beetje zien? Ja, dat kunnen we best zien. Oeh, monster. Met een... Diep... sorry, ja. Kan je die boeken? Oh ja, nou. Ja, ik kan het wel een beetje aan de kant leggen. Oeh. Oh, die zijn echt heel mooi. Super mooi. Met een verschillende versies of wat is dit? Ja, een andere versie. Oh my god. Wow. Oh, huh? Oh, solo foto. Oh, ja, inderdaad. Super mooi. En heb je nog één? Wauw. Een andere solo foto. We zijn hier. Wow. Look at that. Oh my god. Very pretty. We gaan ook tegelijkertijd komen eens lezen. Misschien zegt hij dat. Ja. Oké, okay, dat waren ze, de posters, denk ik. Dat zijn 2. Maar ja. Ik ook al alle dozen. Ja. Wauw, snel gedaan. Dan moeten ze ook weer netjes. Ja. Ja. Maar natuurlijk heel veel grote bieten 21 knuffels inderdaad, dus dat kost gewoon heel veel ruimte. Nou, gaan we ze weer oprollen. Het is ook altijd een vak apart met zoveel posters. Oh, shit. Ja. Sorry! Was het Fairfly nog niet binnen was, hè? Nee. Fairfly? Nee. Ja, van wie? Dat is een pop. Oké. Okay. Dat was hem dan weer voor deze live. Hoezo? Tijd voor de katjes? Ik hoor ze allemaal op de gang. Ja, ze zijn echt heel zielig. Ze zijn heel zielig. Oké, ik ga die posters weer ongeveer netjes Yes, stel vragen als je ze hebt nu. Stel vooral je vragen. Cats, please. Nee, we willen geen vragen stellen, we willen alleen maar katten. Ja. Kun je het raam dan weer dicht doen? Jazeker. Deze stoel? Ja. Kun je die voor? Dit is wel een uit. Ja. Oké. Okay. We hebben hier dus een raampje opengezet voor frisse lucht, maar daar kunnen de katten uit. Dus dan moeten we even dat raampje weer dicht gaan doen. Ja. Kijken, en zijn die nog beschikbaar? Hebben wij die ook op de website? Nee, nog niet, maar kom maar even kijken. Oké, we kunnen nieuwe signed albums bestellen van GFriend en 2. GFriend, dankjewel. Ja. Dus als je die wil, laat het even weten, dan zetten we hem op pre-order en dan kunnen we hem bestellen. Ja. Moet ik de katten doen? Ja, laat jij de katten er even bij? Ik laat de katten erbij. Oh shit. Als jullie vragen hebben, blijf ze vooral stellen. First look album van First Look tijdschrift van augustus, maar die staat
okay. First look alles. Of het first look tijdschrift staat nog niet bij de leverancier. Van de komende editie. Maar zodra die er is, hebben wij hem. Meow! Wat doet Jimmy hier? Oh. Ja, kom maar op tafel. Katje! Oh, au. En Kimchi is er weer. Alleen ze heeft... Kom maar, Kimchi. Ze heeft een lappenkap op. Ik weet niet of ze in beeld komt, want ze moet zelfstandig op... Ik durf haar nog niet op te tillen, omdat ze geopereerd is. Kom maar. Kom maar kijken. Kom maar. Hier. Iedereen zoekt fans van dezelfde groepen. Ja, super ik zie grappig. Het, ja. Zijn er ones hier, zag ik net. Starlight. Ik wil ook naar ETS, naar het concert. We moeten gewoon een fangroep hier beginnen. Ja. Hey. Kom maar, Kimchi. Iemand vraagt, is Kimchi van Drag Race? Wat? Wat? Wat is dat? Wat bedoel je erbij? We bedoelen gewoon een kimchi als in... Kimchi, Koreaans. Drag Race heet er een, iemand die heet kimchi. Oh. Oh, nee. Kimchi is gewoon van het eten. Tussen. Daar heb ik de naam vandaan. Want ik had eerst noedel... Als naam. En dus vandaar hebben we de... Zal ik iets naar boven die kast laten zien? Trend voortgezet. Ja, kom wel. Jongens, we hebben dus een nieuwe K-pop kast. Ik ga heel even... Oeh. Ja. Oh my god. Kijk eens hoeveel albums. En aan de andere kant staan er ook nog. En dat is echt nog niet eens alles. BTS en 80 staat hier niet bij. Oh. Oh. Zero Zero Young vraagt, hebben jullie allebei de versies van Punch? Volgens mij hebben we er maar eentje binnengekregen. Ja. Dus ik moet nog even kijken hoe die versie ook weer heet, maar... Oh ja, dat was ik aan het opzoeken. Zeg even dat ze de kast moeten. Ja, jullie moeten de kast leegkopen, jongens. De kast is te Alles moet daar weg. Moet leeg. Nee, dat is niet. Ja. Eerst hadden we al die anders dus boven staan, maar daar hadden we te weinig ruimte. Dus, en ja, ik moest iedere keer auw. Ja. En nu staat alles hier. Heel vaak de trap op en af en zo. Dus. Ja. Ik heb een hele mooie K-pop woonkamer nu. Kimchi, kom hier ook. Kom maar. We hebben nog albums van Super App. Ja, zeker. Eentje, die zwarte daar. De naast Suho. Ja, die ja. Die staat niet online. Oh, misschien in de pre-order dan? Ja, denk ik. Ik ga gaan we even naar kijken. En dan gaan we wel een nieuwe bijbestellen van Super M. Deze. Kijk, op. Daar is Kimchi. Hier is mijn lampenkap. Kijk, mooi meisje. Hey, how do you add it to Rob list? Add it to Rob list. Nice. Kimchi met de lampenkap. Zijn er nog Red Velvet albums? Ja, heel veel. Kijk, of zag ik dat niet goed? Ja, Red Velvet albums. Ja, heel veel. Niks op de site. Oh. Kan je niet live langs de kast gaan? Ja, kan ook. Ik kan dat. Zal ik het doen? Kun je een beetje met je katten? Ik vertrouw jou niet. Oké. Okay. Oh, iemand wordt boos. Ja, even kijken. Deze Red Velvet albums hebben we nog. Om eens mee te beginnen. Even kijken. En dan hebben we daar... Oh, ze past er niet meer in de kast. Oh, het staat op alfabetische volgorde ongeveer. Dus we hebben hier A-Pink, Ace, Blackpink, Chunga, EXO. BTS en 80 staat er dus niet tussen, want dat past er niet. Die staan aan de andere kant. Ja. Dan weten jullie dat. Nice one. Dan moet, wacht even, nu moeten we even daarheen. Anders nog op los poster. Het is een kindje. Hoi! Ja, stiekem hebben we dit ook alleen maar gedaan om zelf zo'n collectie te hebben hoor. Nee. Oh, wat zeggen mensen? Je kan ook op mijn telefoon kijken. Ja. Nou, die enveloppen kunnen straks weg. Heel veel Stray Kids, dus mocht iemand nog een Stray Kids album zoeken? In dat witte kastje daaronder heb ik ook nog albums van. Er staat TXT volgens mij. Oh, Kimchi die wilde af. Kimchi! Oeh. Oké.
het niet eens, zeg iemand. Ik eerst ook niet, maar ik ken er nu wel heel veel dankzij Hey Hallyu. Even kijken, hier zijn nog wat albums. Even kijken, dan hebben we hier nog een kastje met... Ik zie...